Het is onmiskenbaar. Er waait een nieuwe frisse wind door Okra. Een nieuw logo, blitse banners, een vernieuwde layout van Okra Magazine en een compleet verjongde look. Dat was ook duidelijk merkbaar op de startdagen van Okra Oost-Vlaanderen die begin oktober gehouden werden. De besturen van de diverse trefpunten verzamelden om kennis te maken met het nieuwe programma 2025. Ook hier was de nieuwe aanpak duidelijk merkbaar. Het publiek werd actief betrokken via spelletjes en een meezingfestijn. Naast bestuursleden waren ook mensen uitgenodigd die nog geen bestuursverantwoordelijkheid dragen, maar misschien wel geïnteresseerd zijn. Zoals Karin Prieels uit Zottegem, Sint Maria Oudenhoven. Ja, het was een zeer interessante namiddag. Wat we volgend jaar allemaal kunnen doen bij onze Okra-trefpunt. We hebben weer nieuwe ideeën opgedaan, zodat we onze leden weer wat anders kunnen aanbieden. Ik vond het zeer interessant om dat mogen mee te maken. Karin is al een hele tijd actief lid bij Okra Sint Maria Oudenhoven. Ze zet zich in bij de organisatie van de plaatselijke samenkomsten. Maar wil ze nu ook bestuursverantwoordelijkheid opnemen? Ja, dat was al de bedoeling van dat te doen. En zo, vorig jaar ben ik ook al mee geweest een keer op de startdag in Zottegem, in de BFM'se vijvers. Maar nu van het jaar is mijn vriend ook meegekomen en hebben we beslist van in het bestuur te gaan. Een startdag stelt de hele Okra-werking in een breder perspectief dan enkel de lokale initiatieven. Je krijgt er een overzicht van de accenten die de beweging de komende maanden wil uitwerken. Wat is Karin daarbij opgevallen? Dat er veel aandacht geschonken wordt aan de mensen voor samen te brengen en meer jongere mensen aan te moedigen om bij Okra te komen. Want het is geen vereniging voor oude mensen, maar zeker voor jongere mensen die nog actief zijn, waar alles kan en alles mag. Ook voor bestuursleden die al enkele tijd meedraaien, is het opvallend dat Okra er jonger en frisser uitziet. Hugo van den Bosch, verantwoordelijke van het trefpunt in Leden, is daar heel blij mee en heeft al een idee om dat in zijn trefpunt concreet te maken. Wel, we gaan eerst beginnen met ons bestuur een keer samen te zitten hoe we dat gaan aanpakken. En we gaan dat niet in één keer verkondigen, want nu als bestuur kun je dat gemakkelijk volgen. Maar naar onze leden toe zullen we dat ergens stapsgewijs moeten brengen. Plus ja, ik kijk uit naar de tas die we krijgen met onze informatie die we kunnen gebruiken. En ook een keer goed kijken naar de dingen, naar de website, welke items dat we kunnen meedragen voor de leden. De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het verenigingsleven in het algemeen en niet in het minst bij Okra. Maar ze hebben nu duidelijk toch een tweede adem gevonden en klauteren stilaan weer uit het dal. Hoe is dat in Leden verlopen? En we zijn eigenlijk bij toeval met een paar jonge mensen samengevallen. Ikzelf ben nog maar 67, dus ondertussen al 2 jaar trefpunt verantwoordelijke. Maar we zitten wel met jonge mensen rond de leeftijd van 60, 65 jaar die het bestuur deel uitmaken. En dan, en dat was voor mij de drijfveer om ervoor te gaan, met een goeie 40 medewerkers ondertussen, dat is verdubbeld. En ons trefpunt bestaat uit 350 leden. Dus we hebben die 40 mensen, we hebben iedereen van doen om dat te kunnen, te kunnen realiseren. Het is duidelijk. Okra Oost-Vlaanderen is klaar voor een boeiend, interessant en vernieuwend 2025. Of niet te weten waar naartoe. Ben ik bij u, dan is het goed. Thank you.